Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Raymond, als je er 6 om je oren krijgt, kun je er dan toch van genieten? De trainer vraagt vooraf van wanneer ben je tevreden voor de wedstrijd? Nou, als je alles hebt gegeven. Nou, ik kan voor mezelf heus zeggen dat ik alles heb gegeven. Maar ik zat ongelukkig in de wedstrijd, dus ben je niet tevreden. En dan is zo'n wedstrijd heel leuk. En dan kun je tegen Zwolle, tegen Feyenoord of Ajax spelen. Maar als je met 6-1 verliest, dan ga je toch met een rare nasmaak naar huis. Is zo'n wedstrijd leuk eigenlijk om te spelen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het is leuk om voor zoveel publiek te spelen. Maar voor de rest, ja, je wordt wel echt gewoon weggetikt natuurlijk. Ja, vooraf is leuker dan tijdens de wedstrijd en na de tijd. Want vooraf verheug je er erg op. Het leeft erg. Het leeft bij me op werk. Het leeft bij je om de omgeving. Iedereen komt kijken. Maar als je tijdens zo'n wedstrijd mag spelen en dan een 12e minuut volgens mij 1-0 en een minuut later al de 2-0, dan denk je, och, het zal toch niet. Nou, dan blijft het bespaard tot 6-1. Ja. Wat ik al zei, vooraf is leuker dan daarna. Die 2-0 met name. Ik had het gevoel dat iedereen nog een beetje aan het balen was van die eerste goal. En dat jullie, voordat jullie er erg in hadden, dat die tweede er ook al in lag. Ja, inderdaad. Dat gevoel had ik ook. We stonden een beetje ongeorganiseerd. En voordat je het wist, schoot hij rechts langs naast me. Dus de 2-0. Op een gegeven moment maken jullie dan zelf nog een goal. Dan heb je zoiets van, nou, wie weet wordt het toch nog even leuk. Maar hoe bleef jij dat zelf dan? Wat zeg je bijvoorbeeld? Ik zag je een aantal keer je ploeggenoten enorm aanmoedigen. Wat roep je dan? Ik probeer meer te coachen en meer Thomas en Koos, dat zijn mijn, de spelers die direct voor mij staan. En die probeer ik te coachen naar links, naar rechts, waar die speler, die nummer 15, staat. Alleen, dat is zoveel lawaai en je kunt schreeuwen wat je wil, maar volgens mij hebben ze mij helemaal niet gehoord. En zoals je met mijn stem hoort, ben ik behoorlijk schor. Ja, maar ik denk, van de 100 dingen die ik gezegd heb, ik denk dat er 99 niet verstaan is. Dus eigenlijk heb ik het voor niks gedaan. Maar wel een mooie avond gehad. Ja, nou, kijk, weet je, dus, ik heb nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Dus over het paar jaar dan is dit leuk en dan haal je dit nog een keer aan. Maar als ik hier nu sta, ja, ik sta er wel met lachen. Maar 6-1, dat is net wat te veel. En vooraf zeggen we misschien HHC op de kaart zetten. Had beter gemoeten. Jammer. Zaterdag heb je een belangrijke wedstrijd. Eigenlijk veel belangrijker dan deze, hè, tegen Kozakken Boys. Is het dan fijn om deze wedstrijd gespeeld te hebben of juist niet? Kijk, ik speel niet, dus zaterdag mag Danus weer. Dus voor zo'n wedstrijd voor mij is ideaal. En ik vind het hartstikke leuk in deze ambiance. Alleen zaterdag is gewoon belangrijk. Kozakken Boys, die moet je gewoon winnen. Dan doen we weer volop mee. Maar ja, als je die niet wint, en dan loop je achter de feiten aan. Dus zaterdag moet echt gebeuren. Dankjewel. Tot dan. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi. Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.